Geliefde broeders en zusters, hier en allen die thuis via de livestream de dienst meebeleven, van harte welkom in deze dienst. Als gevolg van de maatschappelijke situatie is ook nu het kerkgebouw nagenoeg leeg. Vanmiddag wordt de dienst geleid door onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. En naast de dominee zijn hier aanwezig diaken Edwin Simons, de kosters Joost Korpershoek en Benny Grevers, organist Fred Mak en ondergetekende ouderling Benno Oostenbrink. De schriftlezing vanmiddag is uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, de versen 10 tot en met 23. Mededelingen namens de kerkraad. In deze dienst zijn de eerste en de tweede collecte bestemd voor de kerk en de derde collecte bestemd voor het bouwfonds. U kunt uw gaven op de bekende wijze overmaken. Informatie hierover vindt u op het scherm aan het begin en het eind van de dienst en op de zondagsbrief. Ook nu worden de collecten u van harte aanbevolen. We vangen deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 74, vers 16. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 84, daarvan het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En ook het vierde vers uit Psalm 84.
Met de kerk van alle tijden en plaatsen mogen wij nu de naam van de Heere belijden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en willen daarmee instemmen door te zingen uit Psalm 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van Hem. En dat is de naam van die drie enige God waarmee we ook het geloof mogen belijden deze middag. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we nu de naam van deze God ook aanroepen in ons gebed. Laten we bidden. Heere, zo komen wij voor uw heilig aangezicht. U dankend, Heere, dat we ook nu vanmiddag opnieuw uw woord mogen openen en dat we thuis hebben ingeschakeld om de verkondiging van dat woord tot ons te laten komen. En ook weliswaar op afstand, maar samen de dienst mee te maken en mee te beleven, u aan te roepen in onze gebeden, die heerlijke naam van u, Heere, die mag gepredikt worden van vandaag en die mag ook geprezen worden in onze huizen. Heere, ook nu gebeurt dat op afstand, maar laat uw woord vanmiddag niet op afstand blijven. Daartoe hebben we nodig dat u met uw Heilige Geest in onze huizen komt en ook hier in de kerk aanwezig is. Heere, dat u met uw geest dat woord van u ons hart binnendraagt. Heer, daar willen we u om vragen. Ootmoedig. We hebben geen recht dat u dat zou doen. Wij kunnen geen rechten laten gelden. Maar Heer, we willen pleiten op uw eigen belofte. Die u gegeven hebt.
Kom met uw geest, Heere, om onze harten te openen, ons verstand te verlichten. En laat uw woord een licht mogen zijn op onze levensweg. Dat we daardoor kunnen zien waar we lopen moeten. En waar we lopen kunnen ook. Heere, wij bidden u of u ons een gezegende dienst wil geven. En geef hier als we zo met de kerk en de uitzending vanuit de kerk verbonden zijn, dat we ook in gedachten mogen nemen en mogen krijgen onze broeders en zusters. Waar we normaal gesproken misschien naast zitten. Die we ontmoeten in de hal van de kerk of op het kerkplein. Heren, we kunnen elkaar niet zien en we missen elkaar. Maar geef dat we in onze gedachten toch bij elkaar mogen zijn. En wij bidden u ook voor elkaar, Heren, wees ons nabij. Ook daar waar nood is en zorgen zijn, schenk ons uw heil en uw kracht. Heren, wij bidden u of u zo aanwezig wil zijn bij de opening van uw woord. En wilt u dat zijn bij ons hier, maar ook op al die andere plaatsen. Uw woord gaat immers in allerlei kerken open. Over heel deze wereld heen verspreid. Wij bidden u, Heren, voor hen die worden verdrukt en vervolgd omwille van hun geloofsbelijdenis. En in het zoeken van u en het vasthouden aan uw naam. Heren, wilt u hen staande houden in alle gevaren die er zijn en ook in alle verzoekingen die er zijn om u toch te verloochenen. Wij bidden u, Heren, om uw bescherming. Wees als een vurige muur om hen heen. En geef dat aan het woeden van het rijk van de duisternis paal en perk gesteld zal worden. Wij bidden u, Heren, voor de verkondiging van uw woord. Juist ook in deze tijd waarin toch eigenlijk heel deze wereld zucht als in barensnood. Heren, wij bidden u, wilt u geven dat het ook een zuchten tot u mag zijn en mag worden. U de levende God, die alles geschapen heeft zoals we dat aan het begin van deze dienst ook zongen met elkaar. Ook de jaargetijden, de seizoenen. Alles in de natuur, het is in uw hand. Heer, wij bidden u. Kom ons toch nabij en verlos uw schepping. Heer, wilt u ook geven dat de mogelijkheden zich weer zullen aandienen om elkaar te kunnen ontmoeten. Wij danken u dat er wat dat betreft ook uitzicht is gekomen. En wilt u geven, Heren, wanneer er ook over na wordt gedacht wat dat voor onze gemeente en ons kerkgebouw betekent, of u daarin wijsheid wil geven, ook aan de kerkenraad, in de beslissingen die genomen moeten worden, in overleg dat gevoerd wordt, in besluitvorming die ook voorbereid wordt. Heren, wilt u daarin ook met uw geest werken? En dat het tot zegen mag zijn. En wij bidden u, Heren, geef dat met ingang van 1 juli. We ook weer met wat meer hier in de kerk aanwezig kunnen zijn. Heren, wij bidden u, geef dat we spoedig elkaar weer kunnen ontmoeten. Wij bidden u, Heren, voor de uitbreiding van uw koninkrijk ook naar hen toe die u niet kennen in waarheid. Heren, wij willen u vragen of u hen naar u toe wil halen. Wilt u hen bergen aan uw hart, Heer Jezus? En wanneer juist ook in deze tijd via internet er zoveel beschikbaar is gekomen, Heren, laat dat toch ook tot zegen mogen zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, wij bidden u of u alles in uw hand wil nemen, ook in deze dienst. Wilt u woorden geven om te spreken en harten om te ontvangen? Zegent u de koster, de organist, zegent u ons allen met elkaar.
Hoor naar onze gebeden in de naam van de Heer Jezus, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie ook wel eens dat je ontevreden bent? Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. En misschien was het daarnet nog wel. Vanmorgen aan het ontbijt, toen je ging eten. En je wilde heel graag hagelslag op je brood, want dat vind je het allerlekkerste van alles wat er is. Maar toen kwam je erachter dat de hagelslag op was. En je had van de week nog tegen je moeder gezegd: mama, de hagelslag is bijna op, wilt u het kopen? Maar je moeder was het vergeten op het lijstje te zetten. En nou was het er niet. Hoe reageer je dan? Zeg je dan, jammer, hagelslag is op, nou dan neem ik wel wat anders. Of gaat dat anders? Ik denk dat dat wel heel vaak anders gaat. Dat je gaat mopperen op je moeder. Waarom is er nou geen hagelslag? Waarom heeft u het niet gekocht? Ik had het toch gezegd. En misschien dat je zelfs wel je bord wegschuift. Nou, dan eet ik helemaal wel niet. Om maar te laten merken dat je heel erg ontevreden bent. Want dat ben je dan dus. Ontevreden. Ontevreden, in dat woordje zit het woordje vrede. Je hebt er geen vrede mee. Je wordt er bozig van. En dat laat je blijken ook. Nou, we gaan vanmiddag een gedeelte uit de Bijbel lezen waar het ook gaat over tevreden zijn of misschien ook ontevreden zijn. Paulus die zegt: ik heb geleerd om onder alle omstandigheden tevreden te zijn. Dus met het voorbeeld van die hagelslag, of er nou 3 pakken zijn met allemaal verschillende soorten hagelslag, of dat er helemaal geen pak is, het maakt eigenlijk niet uit. Paulus zegt: of het nou voorspoed is of tegenspoed, ik heb vrede. Hoe het ook is. Want, zegt Paulus, ik weet dat de Heer Jezus mijn kracht is. Ik weet dat Hij voor mij zal zorgen. Dat Hij mijn koning is. Dat Hij me nooit zal verlaten. En dat geeft mij rust en vrede in mijn hart. Als je weet dat de Heer Jezus voor je zorgt. Ja, misschien moeten we dan wat minder vaak mopperen als er een keer iets niet is zoals je had gewild. Misschien moeten we dan vooral dankbaar zijn met wat er wel is. Ja, vooral dat de Heer Jezus er is. We gaan met elkaar lezen uit Filippenzen 4, vanaf vers 10 tot en met 23. De laatste keer, gemeente, dat wij uit de Filippenzenbrief lezen. We hebben in de afgelopen maanden verspreid over die maanden dan in totaal 11 keer geluisterd naar delen uit deze brief van Paulus. En hebben daarmee de hele brief ook wel zo'n beetje beluisterd, de boodschap die daarin tot ons komt. Vanmiddag dus het laatste gedeelte, Filippenzen 4, vanaf vers 10. En als wij dat hebben gelezen, willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 18, daarvan het 9e vers. Psalm 18, vers 9, waar David het zingt: ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Wat is daarvan het geheim? Hoe kun je dat nou zingen en zeggen? Nou, iets daarvan komt terug in het gedeelte dat we gaan lezen. Als Paulus zegt: alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. We lezen Filippenzen 4 vanaf vers 10. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer is opgebloeid. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft.
Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. In antwoord op de verkondiging van Gods woord willen wij met elkaar zingen uit Psalm 33, het 10e en het 11e vers. Psalm 33, vers 10 en 11 na de preek. En wij luisteren naar Filippenzen 4, de versen 10 tot en met 13. Ik lees alleen het 13e vers nog met u. Die geloofsbelijdenis van Paulus: alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En het thema voor de preek is
Vrede in Christus, dat is een geleefde en een geleerde vrede. Dat zijn ook de aandachtspunten bij deze preek. Geleerde en geleefde vrede in Christus. En we letten eigenlijk eerst in het begin van de preek op het geleefde en daarna op het geleerde daarvan. Gemeente van Christus, jongeren, ouderen. Een hongerige maag heeft geen oren. Misschien heeft u wel eens van dat spreekwoord die uitdrukking gehoord. Dat betekent zoiets als je honger hebt, dan heb je geen aandacht voor wat mensen zeggen, voor allerlei mooie woorden, voor argumenten. Wie honger heeft, die is nog maar bezig met één ding, namelijk hoe kan ik mijn honger stillen? Je hoort dat spreekwoord nog wel eens als het gaat over dictators in Afrika of ook andere landen van de wereld. Als er tijden van economische teruggang zijn en hongersnood dreigt of al gekomen is, dan komen die dictators onder druk te staan van hun bevolking. En ook al houden ze dan allerlei prachtige televisietoespraken waarin ze soms gouden bergen beloven, het komt dan toch uiteindelijk nog maar op één ding aan. Wil zo'n machthebber in het zadel kunnen blijven, dan is het nodig dat zo snel mogelijk de mensen weer te eten hebben. Want hongerige magen hebben geen oren. Het is natuurlijk ook waar. Met alleen maar praten kom je er niet. Wij zeggen ook wel eens, praatjes vullen geen gaatjes. Praten alleen is niet genoeg. Je moet ook actie ondernemen. Er moet wat gedaan worden. Ook op het zendingsveld leert de ervaring dat. Als zendelingen het evangelie gaan brengen, dan kan het niet anders of dat gaat ook gepaard met praktisch hulpbetoon. Zending en diaconaat, als ze al van elkaar te scheiden zijn, ze horen bij elkaar. Ook in ons eigen land. Als je in contact komt met mensen die hulpbehoevend zijn, dan is het evangelie onwaardig wanneer je hen alleen maar zou oproepen tot geloof en bekeringen en de weg zou wijzen naar Christus en ze niet ook zou helpen. En natuurlijk, dan wordt het spannend. Want dan dreigt het gevaar dat je door middel van hulp die je geeft de ziel van de ander zou kopen. En dat moet nooit het geval zijn. Het heeft er ook wel toe geleid dat sommige zendingsorganisaties in de loop van de jaren eigenlijk zijn veranderd in hulporganisaties. Denkt u bijvoorbeeld aan het Leger des Heils, ooit een beweging gesticht door William Booth en het motto was Christus voor de wereld en de wereld voor Christus. Maar dat is nu veranderd. In vooral een hulporganisatie waarbij het evangelie minder wordt uitgedragen. Gemeente, zending en diaconaat, dat is altijd een lastig evenwicht. Ze moeten hand in hand gaan. Diaconaat zonder zending heeft geen oog voor de diepste nood van een mensenleven. Terwijl zending zonder diaconaat de mens als schepsel van God uit het oog verliest, met al diens noden en behoeften. Nou gemeente, iets van deze dingen komen we vanmiddag ook tegen in Filippenzen 4. Paulus is dan nu aan het einde van zijn brief gekomen. We hebben vorige week gehoord dat in hoofdstuk 3 het al even leek alsof hij zou gaan afronden. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere, klonken daar. Maar toen volgde er nog een heel hoofdstuk waarin Paulus het ging hebben over de genade van Christus. De kennis van Christus. Hem te kennen en te leren kennen. Dat zet al het andere bij het vuilnis. En Paulus die nam het voorbeeld van zijn eigen leven, zijn eigen godsdienstigheid, zijn ijver in het geloof, zijn gegoede Joodse afkomst. Het is in het licht van het kennen van de Heer Jezus vuilnis voor hem geworden. Iets waar je van af moet. Iets wat je weggooit omdat het zijn waarde heeft verloren. Want als je weet wie Christus is en wat Hij gedaan heeft, als je daar oog voor krijgt en je ontdekt dat het dan ook niet maar gaat om verstandelijke kennis, dat je het met je verstand kunt begrijpen, dat je het logisch kunt beredeneren, maar dat het gaat om
uw redding, uw verlossing. Dat het betekent het eeuwige wel voor je ziel. Als je hem kent, ja, dan gaat het dus niet meer om ons. Dan gaat het om hem. Dan roem je niet in wat van jezelf is, in wat je allemaal voor God over hebt, of hoe strikt je ook bent in allerlei dingen. Het is vuilnis. Wat overblijft is te roemen in Christus alleen. Dat zijn de diepe tonen van het evangelie, waar deze brief, zo hebben we dat ook ontdekt, in deze serie preken vol van is. En gemeente, dan lijkt het alsof dat ook de reden is geweest dat Paulus zijn brief geschreven heeft. Want dat is het schrijven waard immers, om het hierover te hebben. Maar nou is een van de belangrijkste aanleidingen een heel andere geweest. Veel praktischer. Paulus die wil de Filippenzen namelijk bedanken. Eigenlijk is die hele Filippenzenbrief ook een bedankbrief. Ze hebben namelijk hem een diaconaal hulpbetoon gegeven. Door Epafroditus is dat vanuit Filippi naar Rome getransporteerd. En daar heeft Paulus het ontvangen. Paulus die zit gevangen daar. Die heeft huisarrest in Rome. En we kwamen dat al even tegen aan het begin van de brief in hoofdstuk 1 vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. De Filippenzen hebben gemeenschap aan het evangelie en aan de verbreiding daarvan. Ze ondersteunen dat doordat ze ook nu weer, zoals al vaker voorgekomen is, Paulus praktische gaven hebben gegeven. En gemeente, dan zou je kunnen denken, Paulus, waarom bedank je die Filippenzen nou niet gewoon? Waarom zit daar nou nog zoveel omheen? Als dit nou de eigenlijke kern, de focus van de brief is, aan het begin en nu komt het ook weer aan het einde terug. Dat kan toch veel korter? Goed, Paulus die zit in de gevangenis, dus hij zal de tijd hebben gehad om dit alles veel uitgebreider te schrijven. En al die andere onderwerpen aan te snijden. Maar het is niet zo gemeente dat dit alleen in deze brief het geval is. Ook in de andere brieven in het Nieuwe Testament valt het op hoe die twee dingen telkens weer in elkaar overlopen. Aan de ene kant het praktische. Vaak komt dat aan het einde van een brief aan de orde. Dan groet de schrijver de ontvangers en dan is er nog het een en ander te melden. Zo kun je dat bijvoorbeeld lezen aan het eind van de tweede Timotheusbrief. Dan heeft Paulus daar hele bijzondere dingen in die brief gezegd. Die rechtstreeks het hart van het evangelie raken. En dan aan het eind heeft hij het ook nog over zijn reismantel. Oh ja, vraagt die Timotheus, neem je mijn reismantel mee die ik bij Carpus in Troas heb achtergelaten. Heel praktisch. Zo gebeurt het ook aan het einde van de eerste Korinthebrief. U weet wel, die brief die ingaat op het werk van de Heilige Geest in de gemeente en de betekenis van de opstanding. En dan aan het eind van de brief heeft Paulus het ook nog over zoiets heel gewoons als dat hij blij is. Dat wil hij nog even zeggen. Ik ben blij met de komst van Stefanas, Fortunatus en Archaicus. Gemeente, als je deze brieven leest, soms dan kan het lijken alsof er toch een soort kloof zit tussen dat praktische en wat ik maar even noem het evangelische, het inhoudelijke. Hoofdstukken lang gaat het over Christus en heilig leven en de waarde van het gebed en noem het maar op. En dan aan het eind nog even, oh ja, bedankt. Bedankt, zoals hier, voor de gave die ik van Epafroditus van jullie heb ontvangen. Maar gemeente, dat praktische en dat inhoudelijke, dat evangelische zo aan elkaar verbonden zijn, dat heeft ons wat te zeggen. Want als ik dan naar het tekstgedeelte ga, Paulus die doet het hier niet zakelijk af. Het is geen bedankje uit beleefdheid voor de vorm. Nee, hij verbindt die gave van de Filippenzen nou juist met de kern van het evangelie.
Dat pakketje wat hij heeft ontvangen met hulpmiddelen, hij kan het ongetwijfeld goed gebruiken daar in zijn huis in Rome. Maar dat staat niet los van het evangelie. En dat merk je al meteen als er in vers 10 staat: ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Weet je, Paulus die is blij in de Heere. Want de Filippenzen hebben weer aan hem gedacht, zo blijkt dat uit dat pakketje. Maar waarom moeten daar nou die woorden in de Heere bij? Misschien komt dat op u, op jou, wel een beetje al te vroom over. Alsof je niet gewoon dankjewel mag zeggen. Is het nou hier zo dat Paulus dat allemaal met een soort christelijk vroom sausje overgiet? En moeten wij dat dan ook doen? Moet je bij alle dagelijkse dingen de Bijbel erbij halen? Moet er voor elke datum in een kerkblad of bij de mededelingen Deo Volente staan? Of moet er bij een rouwadvertentie iets staan als: de Heere heeft uit ons midden weggenomen, of de Heere heeft thuis gehaald? Moet op een geboortekaartje de naam van God worden genoemd? En als je geslaagd bent voor je examen, als je diploma binnen is, zou je dan met Paulus kunnen zeggen: ik ben heel erg blij in de Heere? Misschien merk jij bij jezelf wel weerstand daartegen. Om dat nou zo te doen. Is dat niet een beetje over de top? En gemeente, het luistert hier nou met deze dingen. Want inderdaad, dat kan verworden tot een manier van doen waarbij je niet meer beseft wat je eigenlijk zegt. Dan is het niet meer dan een lege vorm geworden. En het is de vraag of je dan de naam van de Heer niet misbruikt, ijdel gebruikt. Door te pas en te onpas over hem te spreken. Maar dat is niet wat Paulus hier doet. Hij ziet daadwerkelijk die royale gift van de Filippenzen als iets wat rechtstreeks met het evangelie te maken heeft. Want het geeft namelijk aan dat de Filippenzen deel hebben aan het evangelie. Ze hebben die gave gegeven en kunnen geven omdat Christus en zijn geest in hun hart woont. Ze zijn geen slaaf meer van hun geld en hun goed. Ze geven er graag van weg als dat de verbreiding van het evangelie kan bevorderen en Paulus kan steunen. Zo hebben ze het al eerder gedaan, zo doen ze het nu ook weer. Nu Paulus in de gevangenis zit, hebben ze weer een kans gehad om dat te tonen. De gelegenheid gehad. Ze hebben, als het ware, toen ze dat hoorden, tegen elkaar gezegd: we moeten wat doen, maar hoe doen we dat? We moeten hem helpen. Laten we een hulppakket sturen. En Epafroditus, die kan het gaan brengen. En gemeente, dat Paulus hier dat praktische verbindt met het geestelijke, dat geeft dus blijk van een bijzondere manier van kijken naar heel gewone dingen. Naar gewone kleine dingen die er gebeuren in je leven. Naar wat je mag doen voor een ander of wat een ander voor u, voor jou doet. Naar hoe je samenleeft in de straat, in je buurt, in je gezin. Gemeente, er moet geen scheiding zijn tussen leer en leven. Toen Paulus dat pakket opende, toen heeft hij niet als eerste gezegd: oh mooi, nou heb ik weer een nieuwe mantel. Of heeft hij niet gezegd: nou, het is toch wel jammer van dat gedroogde vlees. Dat heeft de reis van Filippi naar Rome niet goed overleefd. Maar het is niet de inhoud en de waarde van dat pakket wat hem dankbaar maakt. En zo moet u die woorden in vers 10 ook niet begrijpen en misverstaan. Dat Paulus eigenlijk ontevreden is. Fijn dat jullie nou eindelijk weer eens aan me gedacht hebben. Zo staat het er niet. Nee, de grootste gave die Paulus ontvangt, dat is dat de Filippenzen aan hem hebben gedacht. En dat dat een vrucht is van het geloof, van het werk van de geest dat in hun harten is geplant. Want die geest die leert ons barmhartigheid.
die leert ons naar anderen omzien. En die geeft ook een hart voor de verkondiging van het evangelie. En dan is er natuurlijk de vraag, gemeente, hoe wij daar nou tegenaan kijken en mee omgaan. Hoe is dat nou in jouw leven? Zien wij in de praktische dingen, de kleine dingen nou ook, de hand van God? Verbinden we dat met de eeuwige God? Of zijn dat twee werelden? Kan het misschien zijn dat als u, als jij bij jezelf weerstand ontdekt, wrevel, als iemand in jouw ogen wat al te vroom doet en zegt, ik ben de Heere dankbaar dat ik geslaagd ben en op Instagram een uitgestoken vlag met zo'n taster aan, mooi plaatje, en dan ook de hashtag dankbaar. Of als iemand zegt, ik hoop dat we elkaar over 2 maanden weer zullen zien, in plaats van over 2 maanden zien we elkaar weer. En dat je altijd dankt en bidt voor je eten. Ook als je ergens in de stad eet. Als jij bij jezelf nou weerstand ontdekt daartegen, kan het dan misschien zo zijn, gemeente, dat je je vrede nog niet in Christus hebt gevonden? Kan het dan zijn dat je nog niet leeft uit de kracht van Christus? Kan het zijn dat dan het woord en de geest nog werk aan je hebben? Om je oog te geven voor de wijze waarop de Heer ook in de gewone alledaagse dingen aanwezig is. En ook alle eer verdient te ontvangen. Kan het zijn dat je Christus dan nog niet kent? Of dat je kennen van Hem zich nog moet verdiepen? Want dan kom ik bij het tweede, geleerde vrede. Dat is bij Paulus nou gebeurd. Hij heeft het geleerd. Hij heeft geleerd om tevreden te zijn. Om zijn vrede te vinden in Christus. Want dat is namelijk het geheim wat daaronder zit. Dat bepaalt zijn houding. Maar dan willen wij in nou die kleine gewone dingen Gods hand gaan ontdekken. Dan moeten we onze vrede in Christus vinden. Zodat het ook nooit meer een vraag voor je is. Waar is God nou eigenlijk in mijn omstandigheden? Want dan is hij er gewoon. In dat eten op je bord. Dan is het een gave van God waarvoor je bidt en dankt. Dan is hij er gewoon in dat kaartje dat je ontvangt tijdens je ziekenhuisopname. Of in die liefde van je echtgenoot van wie je zoveel houdt. Geluk dat je werd gegeven, dat je vond. Dankzij Christus, dankzij Gods leiding. En ook omgekeerd. Als je je vrede hebt gevonden in Christus. Dan is het geen vrome praat en mooi praterij. Om te zeggen, ik ben blij en dankbaar in de Heer. Dan is het de werkelijkheid zoals je die beleeft. Paulus heeft dat geleerd. Vers 11. Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Zo staat hij dus in het leven. En dat was er niet meteen. Dat was er ook niet meteen toen hij tot bekering was gekomen. Tot geloof in Christus op weg naar Damascus. Dat heeft hij geleerd, gaandeweg. Hij is inmiddels aan het einde van zijn leven gekomen. Hij heeft het gaandeweg geleerd. Uit ondervinding. Dat is bevinding geworden. En in vers 11 en 12 zit daar ook een opbouw in. Eerst zegt hij, ik heb het geleerd. Vervolgens vers 12, ik weet wat het is om vernederd te worden. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. En dan, in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Dat is nog weer een stapje verder. Eerst leren, dan weten, dan ingewijd worden. Dat is als het ware dat je eerst aan een bureau zit. Zit te leren, zit te blokken, de boeken open hebt gedaan, daar staat het in. En die kennis die moet je tot je nemen. Vervolgens weet je het, je onthoudt het. Je kunt het nu zonder boek ook reproduceren. Kennis die je hebt opgedaan. En dan vervolgens breng je het ook in praktijk. Je wordt erin ingewijd, zoals je tijdens een stage wordt ingewijd in het vak dat je aan het leren bent.
Gemeente, zo heeft Paulus nou gaandeweg geleerd en is die aan de weet gekomen en is het ook praktijk geworden. Om zijn vrede te vinden in Christus. Om van hem zijn kracht, zijn levenskracht, onder alle omstandigheden te ontvangen. En hoe heeft hij dat geleerd? Wat waren nou zijn boeken, om maar zo te zeggen? Nou, dat is door alles wat hij heeft meegemaakt. Al die tegenstellingen die hij opnoemt. Dan weer een periode van vernedering. Van klein worden. Maar dan ook weer een tijd van overvloed. Dan weer verzadigd, voldoende eten en drinken. Maar dan even later ook weer honger. Een tijd van overvloed en een tijd van gebrek. Gemeente Paulus, die heeft het allemaal meegemaakt. Zijn leven is als een boot die op en neer gaat op de golven. Met dansstenen weer, dan weer omhoog, dan weer omlaag. Soms in de storm en dan weer op vlakke, kalme zee. En welke conclusie heeft hij uit alles wat hij heeft meegemaakt getrokken? Heeft Paulus gezegd, nou ja, het leven is dus heel onvoorspelbaar allemaal. Je weet het niet, dus dan moet je misschien maar je erbij neerleggen en zo rustig en gelijkmatig mogelijk blijven. Ja, dat is wat wel veel filosofen uit die tijd beweerden. Paulus die gebruikt voor dat woordje tevreden een woord dat ook door de zogenaamde Stoïcijnse filosofen werd gebruikt. En die zeiden, je moet onder alle omstandigheden kalm blijven. Onbewogen, onaangeraakt. Het helpt toch allemaal niet immers om je er druk over te maken. Nou, die filosofen zijn er vandaag ook nog. De influencers, de behandelaars, de therapeuten die zeggen, je moet het leven nemen zoals het is. Blijf er onbewogen onder. Maar gemeente, dat is niet wat de vrede van Paulus is. Dat hij gaandeweg heeft geleerd om tevreden te zijn in alle omstandigheden. Om een zekere stabiliteit te hebben. Dat je niet het hoofd op hol laat raken door de voorspoed. En dat je ook niet totaal in de war raakt als er tegenspoed is. Dat heeft hij geleerd vanuit de kern van het evangelie. Het geloof in Jezus Christus. De diepe blijdschap. De verwondering. Dat de Heer Jezus Christus alles heeft volbracht. En dat hij is opgestaan. Dat hem alle macht gegeven is. In hemel en op aarde. Nadat hij voor de zonden geleden had. En dat je dankzij Christus dan mag weten. Dat je nooit uit Gods hand zult vallen. Paulus is voor zijn geluk en zijn vrede niet afhankelijk van de omstandigheden. Hij is alleen maar afhankelijk geraakt van Christus. En hij leeft dan ook met een levende Christus. Met iemand waarmee hij spreken kan in zijn gebed. Iemand waarvan hij weet, hij leidt mij en hij geeft me kracht. Iemand die maakt dat hij het in vers 13 kan uitroepen als een belijdenis. Alle dingen zijn me mogelijk. Het maakt niet uit, voorspoed of tegenspoed. Oh, natuurlijk, voorspoed is veel aangenamer. Zal Paulus ook hebben geweten. Maar hij is er voor zijn zaligheid en zijn geluk niet van afhankelijk. Alle dingen zijn me mogelijk door Christus die me kracht geeft. Dat hij er is. Hij de verlosser. Die wegging van vernedering tot in de dood aan het kruis. En die ook uitermate werd verhoogd door de Vader. Die een naam gegeven is boven alle naam. Christus. Te mogen weten dat Christus hem, Paulus, lief heeft. En heeft lief gehad tot het einde. Gemeente, dat geeft Paulus rust onder alle omstandigheden. Dat hoe het dan ook gaat, zelfs als je zou sterven, Christus er nog is, want hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan.
Het is Pasen geworden. Die genade, die troost, die zekerheid. Gemeente, is dat ook uw vrede? Is Christus uw vrede en uw kracht? Ook wij maken tijden van voorspoed en tegenspoed mee en wellicht dat u deze tijd juist ook ervaart als een tijd van tegenspoed. U kunt het op allerlei manieren zo zien en ervaren. En naarmate je ouder wordt, dan ga je dat alleen maar scherper zien. Dat hoor ik ook van ouderen. Als je jong bent, dan kun je soms denken, nou, het zal mij niet overkomen. Mijn leven, dat zal toch altijd wel zo'n beetje over rozen gaan. Geen grote dingen, geen ingrijpende dingen. Maar het is een illusie. Ons aardse bestaan ligt immers onder de vloek van de zonde. Het is in de greep van de machten van zonde en duisternis. En vroeg of laat word je daarmee geconfronteerd. Maar wat leert het u, broeders en zusters? Als u voorspoed kent op dit moment, wat leert u daar nou uit? Maakt dat je nou onaantastbaar? Zeg je, nou heb ik het geluk gevonden. Dit is het geluk wat ik nu allemaal heb en kan en doe enzovoorts. Kan niet meer stuk. En als u in een tijd van tegenspoed bent, wat leert dat u? Zegt u dan, God is er toch niet altijd? Is dat wat u ervan leert? Dat je zegt dat zijn leiding misschien toch niet zo goed is als je op voorhand dacht. Ach, gemeente, als dat het is wat je leert, als voorspoed en tegenspoed je juist bij God vandaan brengen, dan ben je te beklagen. De Heilige Geest wil het juist gebruiken om u bij Christus te brengen. Om je tot het besef te laten komen, ik kan niet zonder Hem. Hij alleen kan mijn hoop en mijn kracht zijn. Alleen door Hem houd ik het uit. En zijn me alle dingen mogelijk. Gemeente, de leerschool van het leven, is dat voor u, voor jou ook, de leerschool van de Heilige Geest? Hij wil u en jou afhankelijkheid leren. En ja, afhankelijk zijn en worden, dat betekent dat je eigen ik eraan gaat. Dat betekent dat het niet meer om jouzelf kan draaien. Dat je niet meer op je eigen kracht kunt vertrouwen. Het betekent juist dat je zegt, ik heb te weinig kracht. Ik schiet tekort. Maar alle dingen kunnen. Alle dingen zijn mij mogelijk. Dankzij Christus alleen. Dat is geen hoogmoed. Dat is juist ootmoed. Dat is klein van jezelf denken. En groot van Hem. En gemeente, langs die weg word je nou ingewijd. Door dat te leren. Word je ingewijd in de heilgeheimen van God. Door dit je eigen te maken. Word je al minder afhankelijk van de omstandigheden. En ga je al meer zien wat nou de diepste betekenis is van wat Christus heeft gedaan. Van zijn sterven en zijn opstanding. Namelijk dat je weet, Hij heeft al mijn zonden gedragen. Hij heeft voor mij de weg geopend. Dat ik zonder zorgen zou kunnen zijn. Voor de eeuwigheid en ook voor de tijd. En Hij is opgestaan en aan Hem is alle macht gegeven. En zo zal Hij mij ook leiden. Zo mag ik me aan Hem toevertrouwen. Sta jij zo in het leven. U, ouderen, in de avond van het leven, bent u hier in uw leven in ingewijd. Is dat wat de hoogte en de diepte, als u daar nu op terugkijkt, en ze zullen er ongetwijfeld ook voor u zijn geweest. Is dat wat de hoogte en de diepte van uw levensweg u hebben gebracht? Geen bitterheid, geen cynisme,
maar Christus. Ingewijd in het geheim van zijn plaatsvervangend sterven en opstanding. En u, 40er, 50er, 60er, bent u erin ingewijd? Of op weg om daar te komen? Nog volop lerend, ongetwijfeld, maar ook al meer praktiserend. Toch maar DV voor die datum. Want je weet je afhankelijk van de Heere God. Toch maar wel op de kaart van je huwelijksjubileum zetten: we zijn blij en God dankbaar. Of bij de afscheidsspeech op je werk zeggen: ik ben dankbaar dat God me al die jaren de kracht gaf. En jij, 20er, 30er, zit je op de leerschool van de geest en ben je aan het leren waar je het echte geluk kunt vinden. Waar je je kracht vandaan mag halen in alle drukte van het bestaan, met alle wensen en verlangens die je ergens in je hoofd hebt en waarvan je hoopt dat je ze ooit waar kunt maken. Steun je op je eigen kracht of op Christus' kracht? En jij, jongere, wat zegt het jou dat hier staat: alle dingen zijn me mogelijk. En dan denk jij, ja, nou, dat klopt. Zo denk ik erover, zo ervaar ik het. Het leven ligt aan mijn voeten. Alle opties zijn nog open. Ik kan nog kiezen wat ik wil. Me vastleggen hoeft voorlopig niet. Alle dingen zijn me mogelijk. Maar er staat geen punt, hè. Er staat een komma. Alle dingen zijn me mogelijk. Maar alleen door Christus die je kracht geeft. Je hebt hem nodig. Wil je alles kunnen aankunnen, dan kun je niet zonder hem. Ben je dat aan het leren? Zie je er al iets van? Hebben al die preken die je gehoord hebt, en de lessen op de catechisatie, de gesprekken die je hebt gehad, de godsdienstlessen op school, hebben die je dit geleerd? En zet je bij die Instagram-post over je slagen dan inderdaad hashtag dankbaar. Gemeente Paulus' levensschip mag dan weliswaar hevig tekeer gaan op de golven in tijden van tegenspoed en dan weer rustig dobberen in tijden van voorspoed. Maar wat nou echt belangrijk is, dat is dat zijn levensschip het anker heeft uitgeslagen. In Christus, de rots Christus. En daar komt het op aan. Als je dat niet hebt, ja, dan word je heen en weer bewogen. En voor je het weet, ga je verloren. Want wie op zijn eigen kracht vertrouwt, die komt eenmaal bedrogen uit, gemeente. Wie denkt op eigen inzicht zijn levensschip wel ergens in een veilige haven te kunnen parkeren, die zal vergaan. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd met zijn weldadigheden. En wat er dan ook gebeurt, ook als je, zoals Paulus, een royale gift ontvangt, waardoor het opeens van gebrek overvloed wordt. En je bent er dankbaar voor. Het is fijn als je voorspoed kent, een van die weldadigheden van God. Maar het brengt je hoofd niet op hol. Want ten diepste weet je dat Christus je vasthoudt, hoe het ook is, omdat hij je vastgegrepen heeft en dat daarom alles zal meewerken ten goede. Omdat hij u, jouw krachteloze, zwakke in jezelf, heeft lief gehad. En dat het daarom waar is, zijn machtig arm beschermt de vrome. En red hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen. In dure, in zware tijd en hongersnood. Is dat uw belijdenis? Is dat uw leven? Alle dingen zijn mij mogelijk. Door Christus. Die me kracht geeft. Dan ben je een mens van vlees en bloed. Niet stoïcijns en onder alle omstandigheden onaangedaan. Maar dan ben je ook een kind van een goedertieren vader. Dan is er uiteindelijk niets dat je nog kan scheiden van zijn liefde.
omdat je de vaste grond hebt gevonden in Jezus Christus. De vaste grond waarin je anker eeuwig veilig hecht. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Amen. Thank you.
Laten wij nu samen danken en bidden. In onze dankzegging willen we in het bijzonder denken aan het bruidspaar Johan en Annemiek Kool-Simons. Zij zijn afgelopen week 15 mei in het huwelijk getreden. We feliciteren hen hartelijk en willen ook hun dank bij de Here brengen. En we willen ook danken voor het echtpaar Van Wakeren Hoefnagel van de Mulderslaan 39. Jan en Jenny waren op 11 mei 25 jaar getrouwd. We willen in onze voorbeden bidden voor zuster Van Dijk Budding. Zelfstandig wonen gaat voor haar niet meer. En ze logeert nu de komende maanden tijdelijk bij haar dochter in Apeldoorn. In afwachting ook van later een plek hier in Veenendaal in een verpleeghuis. We willen bidden voor zuster Van de Weert Davelaar. Die woont in de Dennenhorst aan de Kerkenwijk 201. Ze heeft haar heup gebroken, is hieraan geopereerd en is inmiddels weer teruggekeerd in de Dennenhorst. En we willen onze voorbeden ook bidden voor broeder Willem Leeuwdrent. Familie Leeuwdrent is sinds kort lid van onze gemeente. Broeder Leeuwdrent is 2 weken geleden gevallen en heeft daarbij zijn knie gebroken. En dat is dezelfde knie waarin een aantal jaren geleden een gezwel werd gevonden en werd verwijderd. Deze week moet hij geopereerd worden en daarbij zal het de vraag zijn of er een prothese geplaatst kan worden, of dat er ook een amputatie nodig zal zijn. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u om uw naam te danken. U heeft uw evangelie ons gegeven en heren, het was ook voor deze tijd waarin wij leven een boodschap die ons bij u brengt. Die ons afhankelijk maakt. Die ons doet belijden dat wij in onszelf geen kracht hebben. Heren, we maken het mee in onze maatschappij. Hoe zoveel tot stilstand is gekomen en hoe zoveel ook veranderd is. Door een virus dat rondgaat. Heren, wat zijn wij klein van krachten. Maar Heer, het was ook een boodschap die ons deed zien op u, Heer Jezus. Op uw volbrachte werk. En dat u alle kracht en macht heeft in hemel en op aarde. En dat daarom alle dingen mogelijk zijn. Dat het daarom mogelijk is om voorspoed te kennen, zonder dat we daarbij in onszelf gaan roemen. En dat het daarom ook mogelijk is om in tegenspoed te leven, om dan geduldig te kunnen zijn en het van u te blijven verwachten. Heren, wilt u ons door uw Heilige Geest leren, doen weten en inwijden in deze heilgeheimen? En heren, wij willen u dan bidden of u dat voor ouderen wilt doen. Heren, als we bij het ouder worden en in de avond van het leven misschien wel tot onze schaamte moeten zeggen dat we nog maar helemaal aan het begin staan, dat we nog steeds de boeken nodig hebben om het zo te kunnen en mogen beleven, om zo in het leven te kunnen staan. Heren, wilt u uw Heilige Geest dan in rijke mate aan ons geven? Opdat we het zullen leren en in praktijk mogen brengen. En heren, als we van middelbare leeftijd zijn en dat misschien ook wel al meer aan het ontdekken zijn, doordat we de ervaringen hebben van voorspoed en tegenspoed, Heere, geef dat we daarmee bij u mogen uitkomen aan uw voeten, Heere Jezus. En we willen u bidden voor de jongeren. Als we misschien het idee hebben dat alle dingen ons inderdaad mogelijk zijn. En het ons goed afgaat allemaal. Heere, geef toch dat we zullen beseffen dat we zonder u niet kunnen. En dat we daarvoor juist ook u mogen leren kennen.
Heere, wij bidden u, schenk ons daarin de leiding van uw geest, om deze dingen ons eigen te kunnen maken en al meer daarin ook te kunnen groeien. En Heere, dan mogen wij ook bidden voor elkaar. Wij bidden u, Heere, voor de dankbaarheid die er bij Johan en Annemieke Kool is, nu ze in de afgelopen week mochten trouwen, onder heel andere omstandigheden. Maar wij danken u, Heere, dat ze aan elkaar verbonden werden als man en vrouw. En Heere, wilt u hen zegenen op hun levensweg samen? En geef dat ze zo ook samen de toekomst in mogen gaan en elkaar trouw mogen zijn en liefde mogen betonen in voorspoed en tegenspoed. Heere, wij willen u ook danken voor het echtpaar van Waker, die in de achterliggende week mochten gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Heere, we danken u voor de jaren die u hen gaf en voor de vele zegeningen die ze van u hebben ontvangen. Gaat u ook met hen mee de toekomst in. Heere, wij bidden u voor zuster Van Dijk Budding, nu ze tijdelijk logeert bij haar dochter, omdat het thuiswonen niet meer ging. Heere, wilt u geven dat ze de goede, passende zorg mag krijgen? En weest u bij haar, Heere, ook in de avond van het leven. Geef dat ze in alle omstandigheden haar ogen op u mag slaan, Heere Jezus. En geeft u dat ook aan al haar familie en bekenden die om haar heen staan. Heere, wij bidden u voor zuster Van de Weert. Wilt u haar herstel geven nadat ze gevallen is en haar heup heeft gebroken? Wilt u geven dat ze weer op krachten mag komen en weest u om haar heen, Heere. Gedenk haar ook in haar omstandigheden. Heere, wij bidden u voor broeder Leeuwdrent. Wilt u hem nabij zijn als hij aanstaande vrijdag geopereerd moet worden in het ziekenhuis, aan zijn knie? Heere, wilt u geven dat er goede oplossingen kunnen komen en dat het been ook gespaard mag blijven? En weest u hem nabij, Heere. Geef dat hij in al deze omstandigheden ook zijn hoop op u gericht mag houden. Heere, wij bidden u voor anderen die het moeilijk hebben, die een tijd van tegenspoed kennen, juist ook nu. Heere, wees ons dan nabij. Geef dat het ons niet bij u vandaan zal brengen, maar juist naar u toe mag brengen, om van u alles te verwachten. Heere, wij bidden u of u ook wil zijn als we voorspoed kennen. Bewaar ons ervoor dat we ondankbaar zouden zijn. Leer ons dankbaar te zijn en geef ons een dankbaar hart. Heere, zo willen we tot u komen in onze gebeden. Wilt u met ons meegaan ook in de komende week? Ontfermt u zich, Heere, over deze wereld waarin zoveel nood is? Wilt u zich ontfermen over hen die ook helpen in die nood? Geef wat nodig is aan hen. Heere, wij bidden u of u zo alles in uw hand wil nemen. Zegent u ook de kerkraad, onze gemeente. Heere, zegent u oud en jong. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus uit genade. Amen. Gemeente, u mag ook nu op deze dag uw gave geven voor de dienst in Gods Koninkrijk op de wijze waarover u geïnformeerd bent en geïnformeerd wordt, ook na deze dienst. De Heere zegene u en uw gaven en wij willen met elkaar tot slot gaan zingen uit Psalm 4 en daarvan het vierde vers, Psalm 4 vers 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koren en most, bij overvloed zou je kunnen zeggen, wellustig leven, in hun overvloed verblijd. En wat is dan die blijdschap in het hart? Nou, dat is dat we in vrede mogen slapen en ongestoord ter neer mogen liggen, omdat Hij, de Heere God, ons zeker doet wonen. Psalm 4, vers 4.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.